Oh, mein Lipstick, mein Lipstick. Ik moet niet mijn lipstick vergeten. Dat duurt 5 minuten. Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. Zoals jullie mij op Instagram volgen, hebben jullie vast wel gezien dat ik 2 dagen geleden jarig was. 8 juni. Ik ben 25 geworden. Ik heb het niet echt gevierd voor de rest. Maar wel heb ik cadeautjes voor mezelf gekocht. Deze video gaat een beetje all over the place zijn. Want zoals jullie het aan de titel hebben gelezen, ga ik aan jullie mijn cadeautjes laten zien. En gaan we de infamous Khloe Kardashian cookie jars maken. Zoals jullie weten, sinds ik in het huis woon, ben ik al bezig met het huis langzaamaan heel erg naar mijn zin te maken. We zijn zeker een heel end. Ik heb hier dus een hele grote houten tafel staan die er heel cool uitziet. Maar wat ik nu wil doen is, ik heb dit allemaal omgedraaid zodat er hier meer ruimte komt. Die tafel heb ik een heel klein stukje die kant opgeschoven. Hier staat een hele coole Philips Hue lamp die zeg maar zo'n strip licht is. Want namelijk bij deze stoel ga ik een iMac neerzetten. Want ik heb mezelf als eerste cadeautje voor mijn verjaardag een paarse iMac gegeven. De nieuwe iMac. Dat was mijn tweede verjaardagscadeautje voor mezelf. Dus die wil ik heel graag hier neerzetten. En dan vervolgens het enige wat ik op de tafel wil hebben zijn de cookie jars van Khloe Kardashian. Al deze Oreo's heeft de Candy Corner naar mij toe opgestuurd. Toen ze zagen in mijn story dat ik heel graag de Khloe Kardashian cookie jars wilde namaken, toen zeiden ze, oh, wij sturen wel wat Oreo's aan kant op. En, well, they did. Ik heb 2 grote potten besteld en ik kwam toevallig gisteren deze bij de IKEA tegen. Deze is een stuk kleiner, maar ik dacht, aangezien we 3 smaken hebben, dan doe ik de 2 grote vol. En dan doe ik deze nog met bijvoorbeeld de Lady Gaga Oreo's. Dus dat gaan we doen. En dan wat zeg maar stap nummer 1 is, want dit is echt afgrijzelijk, is deze hele tafel leeghalen. Ik ben een tijdje geleden namelijk begonnen met hier mijn make-up doen. Omdat mijn kledingkamer er letterlijk zo heftig uitzag dat ik er geen stap meer in kon zetten omdat het vol lag met kleding. En mijn zus heeft me geholpen met mijn kleding opruimen. Dus het enige wat ik nu moet doen is mijn make-up tafel ook nog opruimen. Maar dat is niet zo heel veel werk. Dus laten we dat uit mijn spinnekels naar alles gaan doen nu. Hé, Dizzy? Hallo? Waarom doe je zo arrogant tegen mij? Ja. Soms vraag ik me echt af waarom ik zoveel spullen heb. Ben ik echt aan het opruimen of ben ik alles aan het verplaatsen? Ik ga jullie lekker niet het antwoord geven, want ik denk dat jullie het allemaal wel weten. Voordat we mijn MacBook gaan neerzetten. Het allereerste cadeautje dat ik mezelf heb gegeven, heb ik mezelf in april al gegeven. En dat is denk ik de beste aankoop die ik in mijn hele leven voor mezelf heb gedaan. En dat is mijn airco van Airco Canon. Dit is letterlijk mijn lifesaver. Jullie zien hoe groot het ding is, hè? En dat is omdat ik tegen de mensen van Airco Canon zei, ik wil met 1 druk op de knop mijn volledige huis koud kunnen maken. Nou, deze kan je op, zeg maar, hij staat niet eens op zijn hart. En het is echt best wel fris, zeg maar. Ik heb letterlijk kippenvel op mijn benen omdat het hier zo fris is. De airco's die ze hebben zijn van het merk Mitsubishi. Dus, honey. Maar letterlijk met dit ding, als ik dan thuis kom, dan is het hier binnen letterlijk 29 graden. Dan zweet je, maar nu al, hè. En het is nu dan een keertje 24 graden buiten. Dan is het hier binnen al 29 tot 30 graden. Als ik dan dit ding voor een half uurtje op 18 graden zet, want ik zet hem uiteraard vol uit, dan is het hier ook echt, dan kan ik letterlijk onder een grote dikke deken gaan liggen omdat ik het zo koud heb. Maar dit is zo chill. En ik ben daar echt intens blij mee. Ik zou letterlijk niet weten wat ik zou moeten doen in dit huis zonder deze airco. En nu het zo warm is, hoe zeg je dat? Grijp je er de vruchten van? Pluk je er de vruchten van? In ieder geval, ik kan het hier letterlijk net zo koud als mijn vriezer maken. Leuk, hè? Ik denk oprecht dat iedereen in Nederland over 5 jaar een airco in hun huis heeft. Dus wil jij ook graag een airco in je huis? Airco Canon installeert airco's vanaf €1700, inclusief installatie. En ze hebben me inderdaad ook een korting gegeven om mijn enthousiasme hierover uit te laten. Dus nee, ik heb dit niet gratis gekregen. Maar ze hebben me wel een korting gegeven om vervolgens met jullie te delen dat ik dit geweldige cadeautje voor mezelf heb gekocht. Dus laten we snel doorgaan naar mijn volgende cadeautje die ik voor mezelf, zeg maar,
Ik dacht dit jaar, weet je, Jess, je wordt maar één keer in je leven 25. Dus neem het er dan ook gewoon goed van. Oh my god, dit is zo mooi. Oh my god. En die matcht precies met mijn vingernagel. Oh bitch, en kijk hoe dun die is. Mm. Oh ja. Bitch. Dit ding is zo licht. Hè? Dit is letterlijk een iPad. Dit weegt helemaal niks. Oh, dit is zo mooi. En dit, nou, als je dit los kon kopen, jongens, dan was het echt creditcard op de tafel. USB-C kabel in het paars. En deze roze doosje eens even weghalen. Dit is Sarah make-up. Wat hier ook alweer een week staat, wat ik eigenlijk moet unboxen. Dus geef deze video alvast even een duimpje omhoog als jullie willen zien dat ik de Sarah make-up ga testen. Hij grijpt dus vast als een magneet en dan kan je er super makkelijk in klikken. Maar tell me what to do, please. Hello, it's me. I was wondering. Nederlands. Of ga ik hem op Engels doen? Zeg maar, am I gonna be a smart ass bitch? Of ga ik hem op Nederlands doen? Om Nederlands als hoofdtaal te gebruiken, druk je op de Enter-toets. Dat snap ik. Dankjewel. Maar dit is even een hele cruciale keuze in mijn leven. Oh, je ruikt gewoon zo lekker nieuw. Jouw regio, Afghanistan. Nee. Albanië, nee. Die Nederlandisch. Om voice-over in te schakelen en je Mac verder te configureren. Zo niet. Oké, jongens. Hij is helemaal geïnstalleerd. Yee. Ik ben er echt super blij mee. Dan. Dan. Ik heb voor mezelf, voor mijn verjaardag, Crocs gekocht. Yay! En I know. Don't judge me. Ik heb allemaal Crocs. Hele heftige accessories besteld. Stenen. Glitters. Whatnot. Ah! Leuk! Oh, het is moeilijk met nagels. Oh, wie appt mij? Vincent. Hi. Dit is nog moeilijk ook. Jeetje. Maar ik heb een soort van in mijn hoofd zitten als je er heel veel van die dingen op plakt. Oh my god. Wat is dit allemaal? Het is allemaal vers. Queen Jessie. Oh, dit meen je niet. Wat is dit? Happy birthday, liefste Marcia, Gregor en Mila. Oh my god. Dit is geweldig. Macarons, gewoon... Ik ga stuk. Pancakes. Yes! Oh my god, dat is zo grappig. Farm Brothers. Toen ik even de video ging filmen, gaven ze mij koekjes die ze voor Mila hadden gekocht. Alleen die mocht Mila blijkbaar nog niet hebben. Die waren zo lekker. Dus ze heeft daar een pak van opgestuurd. Dit is zo cool. Love banana chips. Ze hebben er zelfs ecstasy bij gedaan. Smoked eggs. Wow, dat heb ik nog nooit gehad. Smoked eggs. Nou, dit vind ik zo bizar. Dit is zo'n leuk cadeau. Dit is zo origineel. Luchtig dessert, pure chocolade. Oh my god. Roombroter croissantjes. Ik ben letterlijk een soort van sprakeloos. Dit is zo leuk. Dit is zo origineel. Echt, echt heel erg leuk. Dank jullie wel. I love you so much. Ik ben helemaal een beetje sprakeloos van het cadeau. Ik vond het zo schattig. Dit zijn de paarse. En dit zijn roze. Leuke. Maar nu, waar we hier allemaal voor zijn gekomen. De Khloe Kardashian Oreo cookie jars. 6,35 liter
potten. Heb ik gevonden gewoon op internet. Gewoon, ik heb het gewoon gegoogeld. En ik heb deze grote potten gevonden. Want wat het belangrijke is als je deze cookie jars maakt. Dat de pot recht is. Want als hij een beetje curved afloopt. Dan kan je natuurlijk niet de Oreo's stacken. Hoe dat Chloe dat doet in haar video. Dus ik heb door heel internet doorgezocht. En op een gegeven moment vond ik deze grote, sturdy, dikke glazen potten. Ze waren volgens mij niet heel duur. Volgens mij iets van €16 per pot. Nee, het is geen pot van €3. Maar het is wel een hele stevige, goede pot. En wat ik erg belangrijk vond. Want je doet er uiteraard koekjes in. Die na een bepaalde tijd over datum gaat. Dat je er eentje hebt met zo'n plastic rand. Dus dat het niet een losse bovenkant is. Maar dat die afsluit, dat er geen lucht bij kan komen, zodat de koekjes die erin blijven zitten zo lang mogelijk goed blijven. Ik hoop dat ik genoeg Oreo's heb, want zij ging echt door zo intens veel Oreo's heen met dit maken. Ik hoop dat 4 pakken zeg maar genoeg is om 1 pot te vullen. Ik ga in ieder geval eerst mijn handen even wassen. Maar deze zag ik dus bij de IKEA. Het zijn super kleine versies van de grote potten die ik hiernaast heb staan. Dus als je niet zeg maar zulke gigantische potten op je tafel wil, maar je wil schattige kleine potjes. Volgens mij waren deze €4 bij de IKEA. Dus daar kan je ook nog kijken. Deze zien er zo lekker uit. Ze zijn double stuffed. Wat ze eigenlijk doet is ze maakt eerst een rondje. Dus laat ik eens even kijken hoeveel er per rondje ingaan. 1. Oh nee, ik heb dus nooit genoeg. Dit is niet genoeg. Weet je, ik ga er gewoon voor. En ik kijk wel hoe ver ik kom. Maar wat ik dus ook kan doen, is laag om laag. Oh, dat vind ik zo'n moeilijke keuze. Nee, ik ga het gewoon eerst met 1 smaak helemaal proberen. En dan leg je ze dus in het midden van elkaar neer. Zeg maar, ik doe echt net alsof dit een soort van rocket science is. Maar dit is letterlijk volgens mij het makkelijkste in het leven wat je kan doen. Maar het is wel super cute en het ziet er echt super schattig uit. Oh, dit ga ik zo niet redden. Ze ruiken wel intens lekker. Want ik heb er nu nog maar 5 over. Nou, en dan gaat per rij gaan naar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waarom zijn die Nederlandse verpakkingen zo klein? Ze had die hele grote verpakkingen. So without me doing the in the middle, I have used about 4.5 boxes of Oreos. Voila. Dat was letterlijk 1 verpakking. En er zit pas zo weinig in. Chloe! Misschien, want ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5 lagen gedaan. En dat waren 2 pakken. En ik denk dat ik wel tot hier ongeveer kom met de andere 2 pakken. Ik persoonlijk zou echt beginnen te gillen als iemand dit in zijn woonkamer had staan. Maar dan ook ben ik wel, denk ik, de enige die gek genoeg is om dit te gaan lopen doen in Nederland. Er zijn 3 pakken in. Ik heb nog 1 van de strawberry frosted donuts pakken over. Nee! Ik weet dat als ik er nu eentje opeet, dat ik er dan in de toren eentje tekort kom. Oké, met zo'n 6 liter pot als deze heb je denk ik zeker 5 tot 6 pakken nodig om hem te vullen. En dan echt zeg maar van die grote Amerikaanse babits. That is very, very cute. 3 van de family size pakken is meer dan 4 van de normale pakken. I think that... Stel je voor dat ik nu kats kapot zou slaan. Oh, deze ruiken naar koffie. Oh, coffee flavored cream. Ik had namelijk altijd bij de Starbucks in Arnhem een Java chip, frappuccino. Ik wist niet dat het koffiesmaak was. Ik dacht dat die Java chip zeg maar de chocoladeklontjes was wat erin zat. Ik heb een vermoeden dat dit helemaal weer beter gaat verlopen. Omdat hier dus echt meer van is. Het is zo leuk. Zo'n leuke bezigheid. Deze is wel helemaal kapot. Nee. Deze is ook kapot. Ik maak al die koekjes kapot met die nagels. Kutkoekjes. Jezus, al die koekjes vallen uit elkaar. Dat vind ik zonde. Want dan heb je gewoon niet de full fantasy. Oké, dat was 1 pak. Nu heb ik het idee dat ik veel meer heb gedaan met 1 pak. Dus ik zal gaan voor die family size pakken. Give them an international super spy. Super spy.
Oh, kijk echt veel TikTok. De grote pakken is zeker the way to go. Want kijk hoeveel ik heb gedaan met 2 pakken versus 4 pakken. Echt heel erg leuk. Zo leuk. Niet normaal. This is 25, honey. Wow. Dit zijn de 2 potten. Woehoe. Ja, ik denk echt op 1 laag na is het precies gelijk. Oh my god, ik ben echt een kind. Gewoon Capri Sun, Oreo koekjes. Hier zit helemaal een hartje op. Volgens mij is het gewoon normale Oreo met een ander kleurtje. Ah! Er passen er precies 6 in. Precies. Hier passen er ook al precies in. Voor iedereen die de intro heeft geskipt. Ik heb al deze koekjes van de Candy Corner gekregen. Dus als je precies dezelfde wil, dan moet je daar wezen. Oké, done. Nu is het enige wat ik moet doen. Alles van de tafel afhalen. Het klaarzetten. En dan... Is het geïnstalleerd, dan zijn we er. Hey bitch, do you really, really, really wanna go hard? Wow, Transformation Tuesday. Oké, dat gaan we niet doen. Ik vind dat het er heel cute uitziet zo. Ik ben in ieder geval heel blij dat die hele tafel is opgeruimd. Hier gaan we het even nog niet over hebben in ons leven. Maar hier ben ik in ieder geval heel erg over te spreken. Tada! Oké, dat was de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Het was weer een lekker random video zoals het jullie gewend zijn van mij. In ieder geval, vond je de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. Laat hier beneden in de reacties weten voor welke kleur iMac jij zou zijn gegaan van de 6 kleuren. Ik ben namelijk super benieuwd welke kleur jullie hadden gekozen. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.